Dames en heren. Ik werd zojuist al even teruggefloten dat ik bij mijn eerste publieke optreden zojuist alleen maar heren heb gezegd. Dus met name de dames dan bij deze. Fijn dat u er bent. Ik ben gevraagd om even een kort woordje te houden namens alle alumni. Dus het is wel aardig. Ik ben vanaf de start van de organisatie van deze dag erbij betrokken geweest, samen met allerlei collega's natuurlijk. En dat vanuit mijn standplaats in São Paulo, Brazilië. En het grappige is, ik werk daar met collega's die van Harvard afkomstig zijn of van Yale. En als ik dan hoor hoe betrokken zij praten over hun universiteit, dan denk ik, hé, wat is dat apart? Waarom mist dat stukje nou eigenlijk bij ons? Wij hebben niet dat stevige fundament als alumni. Dus ik maak me er hard voor. Ik vind het belangrijk dat wij als alumni een betere band hebben met die unie waar we vandaan komen. Per slotverrekening is dat het fundament wat ons heeft klaargestoomd voor ons succes. En ik vond het ook aardig om een soort cadeau ook te geven aan die jarige universiteit. En dat is een cadeau, u hoeft niet de portemonnee te trekken, dat scheelt weer. Het is een cadeau in de vorm van aandacht en energie. 170 jaar TU. We zijn een bond gezelschap. Ik kreeg al reacties van, dat zijn de eerste geïnteresseerden in de koop van de TU. Want u heeft de bordjes misschien wel gezien bij binnenkomst, hè? TU Delft te koop. Het deed me ook denken aan de openingsscène van Harry Potter, hè, met zo'n mooie kandelaar en nava. Maar goed, we zijn een bondgezelschap. Vanaf bijvoorbeeld 1953 zijn er mensen aanwezig. Huub van Engelshoven, Lo van Wagem. 2010, ik heb begrepen dat hij het helaas niet heeft kunnen maken, maar Pieter Guldemond had hier anders ook tussen gezeten. We hebben gewerkt van China tot de US. We hebben gewerkt van Huizen tot Heerlen. En we hebben het, we zijn wel gesteld of meer dan wel gesteld. En we zijn allemaal serieuze, hardwerkende studenten geweest. Hè? De vooroorlogse generatie, de stille generatie, de naoorlogse generatie, de protestgeneratie, de generatie X, waar ik dan zelf onderdeel van uitmaak, de pragmatische generatie van tot tegen 1985. En als je dan nu kijkt, hè, wij hebben zo serieus zijn we met die studie omgegaan. En als je nu kijkt naar de generatie Y, de knip- en plakgeneratie wordt hier ook wel genoemd, de screenagers, de achterbankgeneratie. Dat is toch een ander slag volk. Ik merk dat ik daar vaak wat moeite mee heb. Ze staan anders in de wereld, zijn minder geïnteresseerd in de wereld om zich heen, zijn arrogant, alles wordt voor hun gedaan. Hè? Dus neem nou zo'n jongen hier. Jij daar, studeer jij? Ja. Wat studeer je? Bouwkunde. Nou, dat is een goede basis natuurlijk. Jij staat hier nou, voor wie werk je hier, denk je? Voor Pieter. Nee, ik bedoel, voor wie zijn deze mensen? Enig idee wie hier in de zaal zit? Wat voor een bijzonder exquise gezelschap dit is. Ja, dit is de top-alumni van hier van de CNL. Ja, Goed. Dat heb ik weer, slecht voorbeeld. Nou, goed, dankjewel. Nou, dat zal me leren. Het thema wat gekozen is voor dit lustrum is water. En als je dan kijkt naar het logo, het vuur, het water en het vuur. Het heeft zo mooi aan de basis gestaan van eigenlijk van alles wat we nu hebben. Van de welvaart die we nu kennen. Met de uitvinding van de stoommachine door James Watt is eigenlijk die techniek pas een echte rol gaan spelen. Geen wonder dat een eeuw later, 1842, de Koninklijke Academie is opgericht door koning Willem II. En daar is natuurlijk veel gebeurd. En het heeft in belangrijke mate bijgedragen aan die technologische ontwikkeling. Bijvoorbeeld de industrialisatie, die kwam pas goed op gang door die stoommachine. Mensen trokken van het platteland naar de stad, gingen daar werken. En in stoom aangedreven workplaces, hoe zeg je dat, werkplaatsen. En mensen begonnen dingen seriematig te produceren.
Heinrich Goebel vond het elektrisch licht uit. Niet Edison, hij Goebel was het. In Nederland werd al snel de eerste elektriciteitscentrale geplaatst in Kinderdijk. Op stoom aangedreven met een heel klein netwerkje van 3 kilometer. Alexander Graham Bell voerde in 1876 het eerste telefoongesprek met de legendarische woorden: "Come here, Mr. Watson, I want you." Henry Ford wist de auto seriematig te produceren en leverbaar te krijgen in alle kleuren, zolang het maar zwart was. Kortom, in een hele korte tijd, in een hele korte tijdspanne, zeker als je het ziet op de totale geschiedenis van de mensheid, is er waanzinnig veel gebeurd. En opeens bevindt die moderne mens zich in een maatschappij met een totaal andere leef-, woon- en werkomgeving. En als je dan evolutionair psycholoog David Barish moet geloven, die zegt: wij mensen, wij zijn daar niet voor in de wieg gelegd. Wij zijn in de basis een primaat. Een primaat die zijn behoefte vanuit de boom zo laat vallen. En dan, dat verklaart ook waarom het zo bijzonder is dat u en ik zindelijk zijn geworden. Waarom het zo veel moeite heeft gekost. U mag uzelf wel feliciteren met het feit dat dat gelukt is. Tenminste, daar ga ik gemakshalve even vanuit. En opeens kan die primaat kan met zijn soortgenoten bellen over de hele wereld. Iedereen kan met iedereen bellen. Nou ja, iedereen. Dat hebben we moeten missen de laatste 4 jaar met Obama, de digital president. Dat is iemand die heeft die technologie, die techniek omarmd. Die gaat niet van huis zonder zijn BlackBerry. Die zul je op dat soort foutjes niet zien, niet betrappen. Obama, als je de social media als maatstaf moet nemen, heeft de verkiezingen ook al lang gewonnen. Hij heeft 21 miljoen volgers tegenover 1,7 bij Romney. En ja, misschien dat het ermee te maken heeft dat hij ook wat moeite heeft om zijn naam te spellen. Wellicht dat u er mee bezig bent, met hoe is de stand van zaken in Amerika. Ik heb de laatste poll vlak voordat ik startte erop nageslagen. Ze hebben 1100 mensen gebeld en dit zijn de resultaten. Het is werkelijk een nek-aan-nek race, dames en heren. Vannacht wordt een spannende nacht. En de verkiezingen zijn als nooit tevoren beïnvloed door die technologieën. De storm Sandy heeft roet in het eten gegooid en heeft ervoor gezorgd dat een hoop stemlokalen niet beschikbaar zijn. En daarmee wordt maar weer duidelijk hoe afhankelijk wij zijn geworden van die technologie. Het gaat zo snel, dames en heren. Kijk naar de ouderwetse draaischijftelefoon. Als mijn kinderen daarop dat zien, dan gaan ze drukken op die cijfertjes en dan zeggen ze: papa, hij doet het niet. Een LP is voor hun een onbegrijpelijk grote CD. Uw navigatiesysteem vertelt u tegenwoordig waar u naartoe moet. Uw cruise control bepaalt hoe snel dat gebeurt. Uw adaptieve cruise control, dat is nieuw. Die houdt de afstand tot de voorganger in de gaten. Nissan knoopt alles aan elkaar en eigenlijk wordt uw auto één rijdende computer. En of we dat willen, dat is dan maar de vraag natuurlijk. Bovendien, wat moet je zelf nog doen in de auto, hè? In de logistiek rukt technologie op. Zeecontainers krijgen zendertjes die vertellen waar ze zijn, hoe warm ze het hebben. In uw hand heeft u tegenwoordig meer rekenkracht dan de NASA in 1968 had om de Apollo-raketten naar de maan te sturen. Dat is waanzinnig als je dat bevat, als je daarbij stilstaat. En de techniek, de ontwikkeling, het houdt niet op. We zullen binnenkort onze computer gewoon met onze handen bedienen door een beetje zo te doen. 3D-printen wordt mainstream. Dat krijgen we zometeen thuis, zo'n apparaatje. De Google Glasses zorgt ervoor dat wij, waar we ook lopen, altijd real-time informatie hebben van de plekken om ons heen. We verplaatsen ons per elektrische driewieler of per Tesla Model S, zometeen beschikbaar op de Nederlandse markt, volledig elektrisch. Of met de superbus van Wubbel Ockels, 200 km per uur met z'n 32 erin, luxueus van A naar B. De RFID-chip rukt op, DNA kunnen we namaken. Nanotechnologie en dan bijvoorbeeld liquid metal, het materiaal wat de gunstige eigenschappen van plastic en metaal combineert. Kortom, het gaat razendsnel. En waar heb je het voor nodig? Nou, bijvoorbeeld 3D-printen is handig als je in de ruimte zit. Je hoeft alleen maar het AutoCAD-modelletje bij te hebben en je draait het uit. Je hebt een glashard, knetterhard reserveonderdeel. RFID zorgt er zometeen voor dat wij door de poortjes van de supermarkt kunnen lopen en alles wordt automatisch van onze rekeningen afgeschreven. Zo snel gaat het. En we staan dus bloot aan idiootsnelle veranderingen. En het is onze taak als mens, als alumnus, maar ook als opvoeder, functionaris om bij te blijven. Doe je dat niet, dan zegt Charles Darwin: als je niet bijblijft, dan leg je het loodje.
En nou zijn wij beta's natuurlijk mensen die bij willen blijven. Wij gaan ermee aan de slag. Op het moment dat zo'n Commodore 64 uitkomt, dan gaan wij daarmee puzzelen. Dan willen we weten hoe dat werkt. De Schneider-computer met die cassettebandjes, daar hebben u en ik nog mee zitten pielen om maar te spoelen naar het juiste programma, met de tellerstand onthouden. De Atari-spelcomputer met de ellebogen voor de televisie en urenlang Pac-Man spelen met die fantastische graphics. Dus dat doet u en ik, maar er is ook een hele club mensen. Ja, die is wat ouder, die komt niet mee. Die zullen we zometeen in 2050 hebben we 37% van de Europese bevolking ouder dan 60 jaar tegenover 20% in de wereld en 10% in Azië. Dat zijn cijfers waar je van schrikt. En je ziet het op straat. Je ziet het bij de mensen thuis. En je ziet het op feestjes zoals dit. Kijk even mee naar dit filmpje. Die draait zo een microfoon van €700 de nek om. Goed, neem niet weg, dames en heren, dat er ook senioren zijn die wel aan de slag gaan met die technologie. Ik noem ze voor het gemak even P-senioren. Ze gaan ermee aan de slag. Ze hebben er de tijd voor. Ze hebben er vaak ook budget voor. Ze vinden hun weg. Als dat niet zo is, dan krijgen ze daar hulp bij. Nou, en als ze er geen hulp bij krijgen, dan vinden ze hun eigen manier om aan hun trekken te komen. Ze trappen overal in. En ze klikken overal op. Goed, ja, en u lacht er nog maar. U en ik, wij zijn bijvoorbeeld zo bezig met die gsm, hè. Continu aan de telefoon. We laten hem niet meer los. We zijn vergroeid met dat toestelletje. We gebruiken het tijdens het autorijden. Tijdens de sanitaire stop. En dat is dan de nieuwe techniek. Maar de oude techniek zit vaak ook nog in onze genen. Kijk even mee. Dat loopt in de papieren. En dan komt zo'n nieuw ding uit. Dan komt zo'n iPad uit. En zo'n iPad, ja, daar moet je ook maar weer mee leren werken. Hè? Het vervangt je fototoestel, je videocamera, je fotoboek, je tekstverwerker, je televisie en je krant. Goed, ja, dan loopt het in de papieren, dat begrijpt u. Dames en heren, we kijken naar de toekomst. Hè. We hebben naar het verleden gekeken, maar laten we vooral ook naar de toekomst kijken. Want de toekomst, die ligt voor ons open. Als we kijken naar dit gezelschap wat hier zit. Hè, als u om u heen kijkt, dan ziet u mensen die zijn geboren in het beste land van de hele wereld waar je geboren zou willen worden. In de beste tijd waarin je geboren zou willen worden. Hè. Deze eeuwen zijn de beste eeuwen om in te leven. We hebben de beste opleiding genoten die je maar zou kunnen wensen. En we hebben de beste banen die je maar zou kunnen wensen. Eigenlijk wil iedereen wil ons zijn. Gewoon. Hè? En ik weet niet, ja, dan sta je daar weer te kijken, maar als je nou zo dit ziet, heb je wel enig idee wat voor banen deze mensen hebben? Mensen van KNMI, Shell. Ja, oké, dat is algemeen. Dat heb je, maar neem nou, ik ben hier met die gele stropdas. Ik noem maar eens wat. Wie is dat? Enig idee? Ja? Pochetje? Hersbach? Oh. Chief executive van Heartbeats TV. Goed, nou, ik vraag het aan de verkeerde. Ik denk, ik probeer het nog een keer. Maar, dames en heren, ja, hier blijkt dan wel weer goed. Onderwijs is een fundament. En dat fundament, ik zei het al, heeft ons klaargestoomd voor ons succes. En we leven in een bijzondere tijd. Hè? Niet voor niks staat de TU te koop volgens een studentenactie. Komt door de bezuinigingen. De studenten zeiden al hè, tegen het kabinet, als jullie bruggen willen slaan, dan heb je ingenieurs nodig. Maar we leven in een transitie. Hè? Kijk naar de verandering, de verschuiving van Anglo-Saxisch model naar het Rijnlands model. Kijk naar de helden die van hun sokkel gevallen zijn. Hè? De Arabische lente, Gaddafi. Neem een Lance Armstrong. Neem een Borghout van de provincie Noord-Holland. Neem een Moskovits. Allemaal verschuivingen vinden plaats. En ook hier op de TU
is iemand van zijn sokkel gevallen. En u weet allemaal over wie ik het heb. Prometheus, kijk hier. Hij is gestolen. Ik weet niet of u het allemaal heeft gevolgd. Het is natuurlijk schandalig genoeg dat dat gebeurd is. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een wedstrijd uitgeschreven om een nieuw beeld te laten maken. En de vorm die ze gekozen hebben, die spreekt me enorm aan. Wat ze hebben gedaan, ze hebben de contour genomen van het oude beeld en daar een nieuw beeld van gemaakt. En dat is geproduceerd. Zo zou het eruit hebben gezien. En ik zeg, zou het eruit hebben gezien? Want wat wil het ongelofelijke geval? Er is ingebroken bij de maker, in het atelier. En ook dit beeld is gestolen. Het is niet te geloven, het is niet te bevatten. En toen dacht ik, wat moeten we nou doen? Moeten we nou weer een nieuwe wedstrijd uitschrijven? Nee, wat hebben ze gedaan? Ze hebben op basis van dezelfde principes een nieuw beeld laten maken. Dus op basis van de contouren van het vorige beeld is er een nieuw beeld gemaakt. En dat zal er zo uit gaan zien, dames en heren. Wat? Waarom wordt hij hier al jaren gewoon een dief vereerd? Hoezo een dief vereerd? Wat is dit nou? Dus... Prometheus was die stal het vuur van de goden en die gaf het vervolgens aan de mensheid. Wat doe je nou? Ik sta hier, hallo jongeman, ik sta hier in een spiesel. Heb je enig idee tegen wie je het hebt, ja? Ja, je bent een paljas. Pardon? Je bent Otto Reiner. Ze hebben jou gewoon ingehuurd om hier een speech te staan geven. Gewoon een beetje ja. Ja, daar kan je nou weer niet tegen. Daar heeft hij gelijk in, dames en heren. Neemt niet weg dat ik wel de volgende boodschap nog even. Als u zegt van ik hou helemaal niet van dit soort flauwe grappen. Ik heb een hekel aan dit soort dingen. Social media, technologie, alumni meetings. Dan heeft Bayer voor u een pilletje. Fuck it all, bent u in één klap van alle problemen af. Maar voordat ik het podium verlaat, dames en heren. Ik heb u een cadeau beloofd. En ik vind ook dat we dat aan de TU mogen geven, dat cadeau. Dus wat hebben we gedaan? Even een klein testje. Als ik nou het volgende toe, hè? Ta-ta-ta-ta-ta. Fantastisch! Ja, zo werkt dat dus. Muziek, dames en heren, heeft een fantastische kracht. Het maakt namelijk op basis van het onderzoek van David Levitin, maakt het hormonen los, oxytocine, dopamine, gelukshormonen. En dat zorgt weer op hun beurt voor een gevoel van saamhorigheid. Nou, dat lijkt me zo mooi om dat hier vanavond te bewerkstelligen. Dus wat gaan we doen? We delen de zaal even grofweg in drieën. Dit is het podium. En dan heb je hier... ik moet erbij zeggen, we hebben een klein liedje voor u. We hebben de kleinste componist van Nederland gevraagd om een klein liedje te schrijven. En dat heeft Roel van Velsen voor ons gedaan. Wat we gaan doen is de zaal indelen in drieën. En dan hoop ik dat het niet gaat fluiten. Nee, het gaat niet fluiten. U hier bent groep 1. Als het goed is, zorgt dat acuut voor een gevoel van eenwording, eenheid, et cetera. Enfin, u begrijpt het. Dan hoop ik dat het niet gaat fluiten. Nee, u bent dan groep 2 logischerwijze. En u mag zelf hier weten van nou, ik wil daar absoluut niet bij horen. Dat mag. U bent allemaal groot en wijs genoeg om dat zelf te bepalen. En dan hebben we hier logischerwijze groep... Nou ja, hoger opgeleid publiek. Ik wist het al van tevoren. Dat is dan dus deze groep zo'n beetje. En u hoort daar uiteraard ook bij. Verrassend genoeg hebben we ook een vierde groep. En dat bent u allemaal samen. Dat zorgt dan weer hè, voor de eerst verdeeldheid en dan samen. Als jij dan bij groep 3 gaat staan. Als jij dan bij groep 3 gaat staan. Dames en heren, er zijn 4 regels tekst. Ik heb een heel klein liedje, 58 seconden. Dus u verveelt zich geen minuut, zou Herman Vinker zeggen. De tekst die u te verwerken krijgt is het volgende. Het is de Funky Alumni Song. De tekst die erbij hoort is... TU Delft, mijn fundament. Het swingt als de neten. Echt, doe je haar los. Het gaat helemaal... TU Delft, mijn fundament. En dan krijg je hier... Zonder te fluiten, de tekst. Heeft me klaargestoomd tot groot talent. Dus krijg je TU Delft, mijn fundament. Heeft me klaargestoomd tot groot talent. En nu wordt het spannend, dames en heren. Want u krijgt namelijk een syncoop voor de kiezen. Heeft u enig idee, een syncoop, een beetje mee in thuismuziek? Luistert u wel eens naar de radio? Nou, dan komt dat helemaal goed. Een syncoop is namelijk muziek, 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 even niks. En dan weer muziek. Dat is een syncoop. Dus krijg je de tekst. Tijd voor een feestje. Feestje, dat is het idee. Dus ik krijg van begin af aan... TU Delft, mijn fundament, heeft me klaargestoomd tot groot talent. Tijd voor een feestje. Feestje. En nu wordt het echt spannend. Want de laatste regel, daar hoort namelijk ook een armbeweging bij. En ik zie u zitten. Dat gaan we niet doen. Jawel, dat gaan we wel doen. De tekst die daarbij hoort is... Heel de dag, heel de nacht. Dat is een beetje het idee wat ik gedacht had. Ik ben heel benieuwd of dit gaat werken, dames en heren. Dat begrijpt u. 5 keer herhalen. En dan, ja, maar u bent hier nog niet weg. Dat loopt nog wel even los, dit feestje. En 5 keer herhalen, 58 seconden. En dan is het een beetje klaar. En dan handjes in de lucht. Yeah, zo, dat is leuk voor de foto's. Enfin, u grijpt het. Dames en heren, bent u er klaar voor? Ja.
Dit was niet de reactie waarop ik had gehoopt, dames en heren. Dames en heren, bent u er klaar voor? Ja, daar gaat ie! TU Delft, mijn fundament, heeft me daar gestopt tot groot talent. Tijd voor een feestje, feestje met haar! Heel de dag, heel de geweldig, ja! TU Delft, mijn fundament, heeft me daar gestopt tot groot talent. Tijd voor een feestje, feestje in die handjes, heel de geweldig! Heel de nacht, ja! TU Delft, mijn fundament, heeft me daar gestopt tot groot talent. Tijd voor een feestje, handjes, heel de geweldig! Groot talent, tijd voor een feestje, feestje, heel de geweldig, nog een keer, heel de nacht, ja, TU Delft, mijn fundament, heeft me maar gestoot tot groot talent, tijd voor een feestje, feestje, laatste keer, heel de dag, heel de nacht. Oh, nou, boven verwachting hoor. De vraag was, krijg je zoveel tuppelumdai aan het zingen en de handjes de lucht in? Ik had er een hard hoofd in, maar u heeft me zeker niet teleurgesteld, dames en heren. Reuze, bedankt voor uw aanwezigheid, voor dit geweldige cadeau voor de TU Delft. Ik wens u nog een hele fijne en smakelijke avond en heel graag tot ziens. Tot ziens. Jan Gipman.